Corona lezen level 42. En hoewel vandaag er eerder uitzag bij mij dan toch als 1 september is het vandaag 1 mei en dus kunnen wij niets anders dan een verhaal brengen over de meikever. Dit verhaal is er eentje van Gottfried Godfried Boomans en het komt uit 1945. Het heet Anita Zojuist is Anita Dobbelmans geboren in een grote purperrode roos. Ze strijkt haar vleugeltjes glad en zegt... Ziezo, daar ben ik. Wat een heerlijk uitzicht heb ik hier. Heerlijk, heerlijk. Je moet niet zo schreeuwen, kind, zegt mevrouw Dobbelmans. En ook niet zo wiebelen. De lezers moeten goed begrijpen wie mevrouw Dobbelmans is... Ze zouden haar licht voor een gewone meikever aanzien en dat is juist helemaal verkeerd. Haar vader was lid van de raad en haar man is secretaris van de meikeversvereniging door Eendracht Sterk. Als die geen lintje krijgt, zo zei de burgemeester eens, dan mogen de wespen me halen. Maar hij kreeg het lintje en ik kreeg er nog een en nog een en nog een. En tenslotte had hij zoveel ridderorde dat hij verschrikkelijk rinkelde onder het vliegen... en het ook maar een klein eindje volhield. Maar, zo sprak meneer Dobbelmans, ieder huisje heeft zijn kruisje... en hij beperkte zijn uitstapjes naar draagkracht. Dit alles zeg ik, opdat ge zult weten wie mevrouw Dobbelmans is... en waarom zij wenste dat er niet gewiebeld en niet geschreeuwd werd. Maar, al weten wij dit nu... Een jonge meikever die zo pas geboren is in een grote purperrode roos, weet het niet. Waarom mag ik niet schreeuwen? vroeg ze. En waarom mag ik niet wiebelen? Een dobbelman schreeuwt niet, antwoordde haar moeder. Een dobbelman wiebelt niet. En dat is het juist wat ons van de buren onderscheidt. Zie, daar komt je vader aan. En ja, daar kwam meneer Dobbelmans aanvliegen. Hij rinkelde als een arreslee en zette zich heigend op de bloemrand. Wel wel, zeide hij: is dat vliegen? Ieder huisje heeft zijn kruisje, ja. Wat is dat? Dat is je kind, Jan, antwoordde Mevrouw Dobbelmans in tranen uitbarstend. Ik meende dat je meer belangstelde in huiselijke gebeurtenissen. Nu, nu, sprak meneer Dobbelmans zijn voorhoofd afvegend en enigszins verlegen rondkijkend. Ik was het vergeten. We krijgen er ook elke maand één. Huil niet, Johanna, dat kan ik niet zien. Hm, het is een aardig meisje. Hoe heet je? Anita Dobbelmans, zei de kleine Anita trots. Zo, sprak meneer Dobbelmans. Welkom in ons midden. Is er thee? Er was thee. Wanneer een voorbijganger hen had zien zitten in de rode bloemkelk, elk op een van de drie meeldraden, wiegelend op de wind en zachtjes slurpend uit hun kostbaar servies, hij zou gezegd hebben, zie daar een gelukkig gezin. Maar zo is het niet. Meneer Dobbelmans denkt aan de roos waar de familie Netelman in woont. Zij heeft vier meeldraden. Vier, denkt meneer Dobbelmans bitter, terwijl hij zijn thee doorslikt. Vier. En wij drie. Was ik maar nooit geboren. Ook mevrouw Dobbelmans is ongelukkig. Zij denkt aan het servies waar de netelmannetjes uit drinken. Mevrouw Netelman heeft eens, toen mevrouw Dobbelmans jarig was, zo'n kopje tegen het licht gehouden. De zon scheen erdoor, zo dun was het. Ze zijn nergens meer te krijgen, zei ze. Waarom zij denkt mevrouw Dobbelmans in haar kopje turend of er nog suiker in zit, waarom wij niet, was ik maar dood. Zo denken ze en bemerken niet hoe de zon door de wanden van hun eigen huisje schijnt en hoe het kamertje waarin ze ongelukkig zijn brozer is dan glas. Ook de kleine Anita is ongelukkig, maar zij weet zelf niet waarom. Een groot verlangen Zwelt in haar hart. Ze wil wiebelen en springen, maar een dobbelman wiebelt niet, een dobbelman schreeuwt niet. De avond valt snel over de rode bloem en zij sluit zich, de lamp wordt ontstoken. De kleine Anita zit op haar vaders knie en speelt met zijn ridderorden. Wat zijn dat, vader, vraagt ze. De vader glimlacht. Tja, zegt hij, dat hebben de vijf voor jou ook allemaal gevraagd. Dat zijn ridderorde, meisje. Kijk, die linkse met dat leeuwtje, dat was omdat paps twee jaar in het ulencomité heeft gezeten. En die daarnaast, dat is zomaar wat. En die daarnaast, die is van de heide maatschappij. En zo heeft alles een betekenis. Wat rinkelen ze mooi, zegt de kleine Anita, met haar handje erop slaande. Meneer Dobbelmans kijkt glimlachend naar zijn vrouw en zegt: ze beseft het niet. Anita Dobbelmans is nog zo jong. Ze wil graag alles weten. Waar is de zonvader? Weg. En wanneer komt hij terug? Morgen. Wat gaan we dan doen? Fysides maken. En dan? Eten. En dan? Slapen. En dan? Dan ben je een grote meid geworden en ga je trouwen. Met wie ga je trouwen? Vader en moeder hebben Jan Rinkelaar voor je uitgezocht. Maar ik wil niet trouwen met Jan Rinkelaar, roept de kleine Anita opgewonden. Ik wil trouwen met een aardige, mooie jongen, met gouden vleugels en zilveren dekbladen. En rode voelhorens moet hij hebben. En we gaan wonen in een paarse papaver, en we gaan de hele dag wiebelen en springen in de zon. En schreeuwen gaan we ook. Anita Dobbelmans moet verstandig zijn, zegt mevrouw Dobbelmans haar wenkbrauwen optrekkend. En geen malle praat verkopen. Anita Dobbelmans heeft een stand op te houden. En dat gespring in de zon dient nergens toe. Denk je dat je vader lid van de raad geworden is door in de zon te springen? En wat Jan Rinkelaar betreft, die papa voor je uitgezocht heeft, die heeft wel wat degelijkers dan rode voelhorens. Wat heeft hij dan? vraagt Anita met haar neusje in de wind. Een betrekking aan het gouvernement, antwoordt mevrouw Dobbelman langzaam. Wat kan mij dat goeberlebent schelen, schreeuwde kleine Anita met haar vleugels slaande. Ik wil stoeien en vliegen en... Doch ze wordt opgenomen en in bed gestopt. Daar schrijft ze de hele nacht door. Doch de volgende dag worden de visites gemaakt en wordt er geslapen. En de derde dag is zij een dikke, glanzende meikever die trouwt met Jan Rinkelaar, commies bij het gouvernement. Ze huren een leegstaande paardenbloem met centrale verwarming en uitzicht op de dreef. En juist deze morgen heeft Anita Dobbelmans een kindje gekregen. Anita Rinkelaar, die wil wiebelen en schreeuwen. Maar jawel, een rinkelaar schreeuwt niet en een rinkelaar wiebelt niet. En hier begint de geschiedenis weer van voren af aan.